Vandaag ronde 2 van Winter versus Witsche, waarin de twee ex-internationals een beroemde penalty moeten naspelen. Voor Richard staat vandaag de Panenka op het programma. Uitgerekend de penalty die Aaron miste in ronde 1. En dus kijken we eerst nog maar een keer naar het voorbeeld van de meester. Ja, maar alles is met rechts, ik ben linksbenig. Aaron mag vandaag de befaamde streep van Johan Neeskens imiteren. Doelman Mark van Berkum weet niet wat er gaat komen, maar hij houdt vast aan zijn plan. Tegen Richard en Aaron toch doorgewinterde ex-internationals? Ja, maar al een tijdje gestopt, dus volgens mij is de snelheid er een beetje uit. Dus ik ga voor de katachtige reflex en dan moet ik er sowieso één kunnen houden.